Nou, ik ben dus nu even aan het wachten op mama. Want of mama komt vanaf deze straat en anders komt ze vanaf deze straat aangekacheld straks. Kan ik ook even, ik kan me ergens stoppen. Zo, ik ben geslaagd. Nee, ik ben niet geslagen, maar ik ben wel geslaagd. Want... Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen? Ja, dat zijn wij. Goed toevallig. Het is vandaag donderdag 3 maart 2022. En het is nu 4 uur, mensen. Ja, ik weet het. Ik open de vlog even laat. Maar er had even iemand mijn hulp nodig. Dus dan ben ik er ook maar even. Maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Nou, ik ben dus nu even aan het wachten op mama. Want of mama komt vanaf deze straat en anders komt ze vanaf deze straat aangekacheld straks. Maar dat weet ik dus nog niet. Maar dat zien we zo wel. Van welke kant ze afgekacheld komt. Ik heb zo'n donker vermoeden dat ze zometeen naar deze straat hier komt. Aangezeest. Maar ja, daar is ik al. Ze kan dus van die kant, maar ze kan ook dus daar vandaan komen. Ik kan niet weten niet. Nee. Jee, ik kan niet weten. Nou, maar schiet op. Ik heb nog meer dingen te doen. Oh, wauw. Ben ik moe? Nee. Ik ben gewoon lui, eigenlijk. Ja. Ik ben gewoon lui. Eens even kijken. Maar van welke kant? Ik kan niet weten. Ik kan niet weten. Daar is ook al, ik heb al een donkerbruin vermoeden. Ik ga gewoon hier staan. Dat is ook leuk. Daar is ook al, ik heb ze wel zo'n donkerbruin vermoeden dat ze door die poort heen. Jezus, straks. Maar. Ja, maar daar is ook al, je weet het hier nooit. En vooral met ma weet je het nooit. Nee. Want ze moest haar jas nog aandoen. En dan moet ze nog de hondjes waarschijnlijk geven ze die nog wat lekkers. Dus ja. Dus alles doet ze dan nog. En dan moet ze handschoenen nog, de jas pakken, de stok pakken, poesten doen. En normaal help ik haar daar allemaal mee. Om de schuur open te doen, de poort, et cetera, et cetera. Maar nou moet dat even lekker weer zelf doen. Ja. Dan moet ze van de week ook weer zelf doen. Dus ja. En dan sta ik eventjes te wachten op de... Daar is ik al. Ik weet totaal niet en van welke kant ze afkomt. Gewoon niet. Kijk, het is ook zo lekker druk op dit moment. Spannend. Van welke kant zou ze afkomen? Kan ik ook ergens? Ja, ik kan me ergens verstoppen, maar. Dat zou wel grappig wezen, zeg maar. Verstoppen. En voor je eigen moeder. Ja. Dat ga ik even doen, denk ik. Ja, is leuk. Verstoppen, 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 verstoppen. Ik ga me gewoon verstoppen, vind ik leuk. Nou, ik ging me dus inderdaad verstoppen. Maar mama die had iets, nou, ik wacht wel eventjes bij de poort. Maar ik stond hier. Dus ik heb haar net gebeld. Maar ze komt dus richting de oude deken. Dat zie je dus. Maar ja, mama is toch sneller. En ik ga lekker deels in het zonnetje lopen. Ik vind dat wat lekkerder. Dus, en mama is toch sneller dan mij. Zeg maar, alleen ik zie nou weer lekker niks. Nee. Kijk, nou zie ik wat. Lekker. Dus. En dan zien jullie vanzelf wel mama dus achter me rijden straks. Maar ik moet dus ook nog haar elastiekjes hebben. Die haal ik toch liever. En bij de op is op voordeelshop. Kijk daar. Ze let ook echt niet op. Ja, koekoek! Omkijken! Ze let ook echt niet op, hè? Nee! U let ook echt niet op, u let alleen daarop, heerlijk! Hi, mam! Zo. Ik heb een... Wat? Wat? Wat is er nou weer? Dat is wel bij de beest. Oh, bij dat beest. Dat valt toch ook. Ja, nou ja.
Zo, zo, dat zo. Dat had de rijke al er vanaf weten te plukken zonder dat ik regen had. Nee, ik wou jou dat juist jou geven. Dat is met die maten. Ja, maar ze hebben alleen maar deze. Nou. S en de L. En anders de M en de L. Nou, dan hij is het kwijt. Krijg hem niet dicht op de rug. Niet? Nee. Daar zei ik al, ik wil hem ook nog wel even proberen en dat we hem anders misschien morgen nog even terugbrengen. Ja, hij is echt te krap. Oké. Okay. Krijg hem niet dicht. Oké. Okay. Ja, oké. Rustig maar. Hoe heet dat buikje, die bas? Ja, buik. Gewoon een buik. Oh, dat is een mooi dingetje. Ja. Maar we gaan. Ik moet ook nog even haar elastiekjes hebben, mam. En bij de op is op. Oh. Want deze die is bijna namelijk caduca. Oh. Zeg maar. En daar kwam ik net achter. Ik dacht, oké. Ik dacht dat je bij de nee, zeker wat dat. Nee. Dat had ik ook. Nee, zonder en die ijzeren dingetjes. Ja, dat klopt. Maar dat en dat heeft de op is op ook. En die is wat goedkoper. Daarom kijk ik ook nog wel eens van bij verschillende winkels van hoe duur het is. Maar wij gaan eventjes opsnor. Zo, ik ben geslaagd. Nee, ik ben niet geslagen, maar ik ben wel geslaagd. Want ik heb ze binnen voor €1,50. En dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 uit mijn hoofd. 1, 2, 3, ja, 6 haar elastiekjes. Helemaal wous. Helemaal goed. Dus voor 6, nee, voor €1,50 heb je de 6. En die zijn wel goeie, zeg maar. Mam, u rijdt weer te snel. Mag niet voor mij. Wachten, nu. eerst even jasje wegbrengen. Jasje wegbrengen. Mooi. Maar dat eerst maar doen. Nou, we gaan even dat jasje weer wegbrengen. Ik weet niet eens wat ik nou film. Maar oké, maakt niet uit. Geeft helemaal niet. Zo. Gaan we kijken, Aoi. Nou, dus. Niet, ja. Wat staat er? Ja. Wij gaan dus nu even, wat ik net al zei, dit jasje weer terugbrengen. Want Rijke die past hem niet. Dus dan moet dat even weer terug. Ja. Lekker weer bij de deze, ja. Lekker, een heerlijke overheerlijke Mac kroketje, jongens. Ja, Mackie kroketje. Kijk. Dus die ga ik even lekker eten. En mama die zit lekker naast me. Maar ik ga lekker eten, dus eet smakelijk. Zo, weer eventjes met mama even op pad geweest. Even lekker schaald. Dus, maar ik ga deze vlog lekker afsluiten, jongens. Want ik heb nog een hoop andere dingen te doen. Dus ik ga jullie gewoon heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even, duimpje omhoog, belletje aan. En ja,
van alles. Dus tot morgen. Ciao!